start is gevallen. Eileen Nieuwpoort begint rustig aan de binnenkant. In het midden van de baan gaat dat harder met Edgar Flevo bijvoorbeeld. Die neemt de leiding. Tweede plaats erachter is voor Eclipse. Aan de buitenkant gaat gelijk de 6 naar voren. En dat is Bourbon Design. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding in handen aan de relingzijde van Edgar Flevo. De man met de gouden helm erachter, Rick Ebbingen. Tweede plaats voor Bourbon Design. Derde is Eclipse. En vierde is Estella Kingsdeep. Vijfde Eileen Nieuwpoort, die het bit nu wel aardig oppakt. En aan de buitenkant gaat Driedik naar voren. John de Leeuw met paard nummer 7. En dat is Bourganville. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Leiding in handen van Edgar Flevo. Paard dat één keer liep en dat was in de derby selectie en daarna nooit meer. Vandaag komt hij terug op plaats 2, Bourbon Design. Daarachter volgt Eclipse en nog altijd door het derde spoor, Bourganville. Tweede spoor is voor Estella Kingsdeep. Binnendoor gaat naar voren Eusebio. En Favorite Wish ligt op dit moment 3 na laatste. Ligt in het tweede spoor en gaat makkelijk mee. Erwin Bot geeft hem gewoon een koers in het veld. En zal straks ongetwijfeld de versnelling gaan plaatsen, maar zover is het nu nog niet. Maar dan gaan de bocht door. Komen de rechte lijn voor de tribune zometeen in met Edgar Flevo vooraan. Edgar Flevo, daar komt John de Leeuw aan de buitenzijde dichterbij. Die komt nu uit op plaats 2 met Bougainville. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune door. Rest van het veld daarachter en Favorite Wish nog altijd in de staart van het veld. De rug inmiddels van Hugo Langeweg junior, die van de reling af is gegaan met Eileen Nieuwpoort. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Ebbingen kijkt even op het scherm, ziet dat hij zelf voorop ligt, maar dat zal geen verrassing zijn. En zo zijn we de laatste kilometer. Tempo gaat nu duidelijk ietsje omhoog en de leider is nog altijd Edgar Flevo. Bougainville ligt tweede, derde aan de relingzijde Bourbon Design, vierde is Eclipse. Vijfde aan de buitenkant daarnaast is Estella Kingsdeep. Langeweg junior gaat alvast een spoortje naar buiten met Eileen Nieuwpoort. Die gaat zometeen de aanval openen en daarachteraan gaat dan Favorite Wish mee. Favorite Wish ook mee naar het derde spoor en daar komt Eileen Nieuwpoort aan de buitenzijde. Maar Ebbing is weg. Ebbing denkt daar gaan we niet op wachten en zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Edgar Flevo pakt 3 lengten voorsprong. Bourbon Design ligt tweede. Nummer 12 galop. Ook problemen voor de nummer 7. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van Edgar Flevo. Op de tweede plaats daarachter is het Bourbon Design. Daar komt aan de buitenkant door het derde spoor nu Favorite Wish. Nu gaat Bot echt gas geven. En eens kijken of hij dan Edgar Flevo nog terug kan pakken. Het antwoord is nee, want hij springt. Uitgeschakeld nummer 10. 10 galop. Maakte een foutje halverwege de laatste bocht. En zo komen de paarden de laatste rechte lijn in. En heeft Edgar Flevo nu een duidelijke voorsprong. Edgar Flevo in de achtervolging is Langeweg junior en is Dion Tesselaar. Maar echt inlopen doen ze niet. Edgar Flevo, we hebben hem meer dan een half jaar niet gezien. En als hij zo terugkomt, dan mogen de handen best op elkaar. Edgar Flevo wint hier met overmacht. Edgar Flevo is de winnaar. Eileen Nieuwpoort wordt tweede. Bourbon Design derde. En de vierde plaats is voor Eclipse. Plaats 5 voor Eusebio. Alsnog uitgeschakeld nummer 11.